staan hier op een locatie van Boerderij Daalhoeven. En dat is aan de Hermesweg bij het tuincentrum Groen. Ja, en er was vanmorgen iets gebeurd. Klopt, ja. We kregen vroeg telefoon dat er een parma-wallaby los zou lopen. Hier in het terrein waar we nu staan hebben we een aantal parma-wallaby-vrouwen zitten. Het is inderdaad gebeurd dat het poortje vannacht helaas is open gegaan. En dat er een aantal parma-wallabiekjes ontsnapt zijn. Ja, dus zijn jullie met een hoop vrijwilligers zijn jullie op zoek gegaan naar de para-wallabies? Ja, naar de parma-wallabies, ja. Inderdaad, klopt. We hebben dagbesteding op de boerderij dus, en vrijwilligers. En daarbij ook nog Juvertar College. En we zijn dus eigenlijk met een, denk wel bijna 30 man, zijn we vanuit dit weidje en kringetjes naar buiten toe gaan zoeken naar ze. We hebben ze allemaal gevonden op eentje na die we deels hebben gevonden. Als je de weiden hebt, hebben we twee afrasteringen en de ene zit daar nog tussen. Nu zijn parma-wallabies vrij stressgevoelig, dus we willen daar niet continu achteraan zitten. Dus we geven ze nu even de tijd en dan gaan we strakjes die laatste nog vangen. Ja, er liep wel zelfs ook eentje de wijk rond. Klopt, ja. Er liep er een. Je ziet, we zitten eigenlijk met de boerderij in de wijk Daalhof. En in de huizen achter ons, die mensen hebben vanochtend een op bezoek gehad. Ja. Kunt u ons nog even zeggen wat een parma-wallaby is? Ja, klopt. Ja. Dat is een kleine kangaroesoort, de parma-wallaby. Het komt ook voor in Australië. We hebben dus op de boerderij hebben Bennett wallabies, die zijn iets groter. En hier op de buitenlocatie hebben we parma wallabiekjes. En die worden iedere dag door de zorgdeelnemers met de werknemer verzorgd. Oh, ik werd